In deze video examen 2024, tijdvak 2, VWO wiskunde A, en we doen vraag 18, 19 en 20, Krattenbrug. Nou, studenten van de TU hebben in 2016 een brug van kratten gebouwd. De Krattenbrug bestaat uit twee even grote torens, dat zie je heel goed, ja, en een overspanning, en dat is dus dit stukje. Elke toren bestaat uit 29 lagen gestapelde kratten. De bovenste laag geven we nummer 1, daaronder heb je nummer 2, etc. Voor de bovenste 11 lagen geldt formule 1, dan heb je dus een oneven nummer. En formule 2, dan heb je dus de even nummers. En die geef ik even een ander kleurtje. En we gaan naar de volgende bladzijde. Nou, elke laag, behalve de bovenste laag, natuurlijk, met een oneven nummer, heeft eenzelfde aantal kratten meer dan de direct daarboven gelegen laag met een even nummer. Okay. Dus we moeten gaan kijken naar oneven en even. Okay. Toon dit zonder gebruik te maken van een getallenvoorbeeld aan. Maar ik maak toch wel even gebruik van een getallenvoorbeeld. Want hebben we dus A1, dan heb je dus 7, stond in de tekst, je kunt het ook uitrekenen. Hebben we A2, dan krijgen we dus 3,5 keer 2 plus 3. Hebben we A3, dan krijgen we dus 3,5 keer 3 plus 3,5. Nou, en voor A4 gebruik je die formule. En voor A5 gebruik je dan weer die formule. En we zien inderdaad dat als we gaan kijken naar oneven en even, dus opeenvolgende lagen, dat je dus steeds een verschil hebt van 4. Ja. Dus dat betekent eigenlijk als je oneven min even doet, ja, dan zou je dus in principe moeten uitkomen op, het moet natuurlijk wel opeenvolgend zijn, maar dan moet je uitkomen op 4. Dus heb je n is 3, dan doe je a3 min a3 min 1. Dus oneven gebruik je die formule. En even gebruik je die formule. Maar dan krijg je dus n min 1. Nou ja. En voor n is 5 is dat net zo. Dus dan krijg je a5 min a5 min 1. Okay. En dat ga ik ook doen met die twee formules. Dus we hebben an, dus dat is oneven, dus dat is 3,5 n plus 3,5. En daar halen we vanaf even, maar we doen wel n min 1. Dus de even, dan gaan we die n vervangen door n min 1. Dat ziet er zo uit. Ja, ja, en nou is het kwestie van haakjes wegwerken. Dus ik werk eerst de binnenste haakjes weg. Dus dan krijg je 3,5 keer n en 3,5 keer min 1. Dan werk ik, nou doe ik die twee eventjes bij elkaar. Dan krijg je namelijk min 1/2. En nu werk ik die haakjes weg. En als je dat doet, dan kom je dus uit op 4. We gaan naar de volgende bladzijde toe. Vraag 19. Neem aan dat voor de overspanning in totaal 4950 kratten zijn gebruikt. Dus dat is dat deel van die ene naar die andere toren. Voor beide torens geldt dat laag 12 tot en met laag 29 elk evenveel kratten bevatten als laag 11. Dus dat is even belangrijk. En we moeten berekenen het totaal aantal kratten. Dus ik heb sowieso die twee formules heb ik nodig. En als ik ga kijken naar laag 12 tot en met 29, dat zijn 18 lagen. Dus ik heb nodig laag 11. Dus ik ga gebruik maken van de oneven formule. Ja. En op de plek van de n zet ik 11. En als ik dat doe en ik pak mijn rekenmachine erbij, kom ik uit op 42.
Daar ga ik zo meteen mee verder werken. Maar ik ga eerst eventjes kijken naar laag 1 tot en met 11. En op de vorige bladzijde heb ik eigenlijk al die eerste 5 heb ik al berekend. Hè? 17, 14, 17 en 21. Je kunt natuurlijk ook die twee formules gebruiken. En laag 11 weet ik ook. Want dat is namelijk 42. Dus ik heb nog even nodig 6, 7, 8, 9 en 10. Nou ja, je kunt het uitrekenen, maar je kunt het ook zo doen. Van 7 naar 10 komt er 3 bij. Dan komt er 4 bij. Dan komt er 3 bij. Dan komt er 4 bij. Dan komt er 3 bij. 4, 3, 4, 3 en 4. En het klopt weer. Goed, laag 1 tot en met 11. Dat moeten we berekenen, net als 12 tot en met 29. Dus we gaan voor laag 1 tot en met 11 die getallen bij elkaar doen. Nou. En 12 tot en met 29 gaan we ook berekenen. Nou, dat zijn 18 lagen. Elke laag 42 kratten. We gaan het optellen. Maar dit is voor één toren. En we hebben twee torens. En dan hebben we ook nog een keer de overspanning. Nou, de overspanning is bekend. Dat zijn er 4950. En dat doen we dus bij 2 keer 1023. En dan is dit het antwoord op de vraag. En dan gaan we naar vraag 20 op de volgende bladzijde. Op de foto is te zien dat de krattenbrug over een rivier is gebouwd. Nou, dat plaatje erbij. Nou, die stroomt in het midden onder de brug door. In deze figuur zijn van de brug alleen de torens en de onderkant van de overspanning weergegeven. En de onderkant noemen we de boog. Oké, dus we hebben een x-as en een y-as. Dat heb ik een beetje overgeslagen. En er staan nog wat gegevens, maar die staan ook in het plaatje. Voor de boog kan een formule worden opgesteld van de vorm. En die a moet wel negatief zijn, hè, want het is een bergparabool. Nou, we hebben een persoon met een lengte van 1,90 meter. Loopt op een afstand van 6 meter van de waterkant onder de brug door. En we moeten gaan onderzoeken of hij dat rechtop kan doen. Nou, laten we eerst maar eventjes die formule van die parabool gaan opstellen. Dus ik ga iets, ik ga een beetje gummen. Nou, we hebben dus de y-as. En we hebben al één punt is bekend, hè. X is 0. En y is dan 5,3. Dan hebben we ook de x-as. Nu in het rood. En ook één punt is bekend. Want van hier naar daar is 26,7, dus dat delen we door 2. En dan hebben we hier het punt 13,350. Daar hebben we ook het punt min 13,350, maar daar doe ik nu niks mee. Dus ik kan de formule van de parabool kan ik opstellen, want ik weet namelijk de b, die is 5,3. Ik laat ook gaan door 13,350, heb ik beide punten gebruikt. Daar kan ik berekenen wat de a is. Kijk maar. Dus op de plek van de i zet ik 0, dus wat i is, is 0. En op de plek van de x zet ik 13,35. Ik ga natuurlijk de balansmethode gebruiken. Dus 5,3 gaat naar rechts. En links en rechts ga ik delen door 13,35 in het kwadraat. Ik doe het op mijn rekenmachine. Ik zie de wetenschappelijke notatie. De komma die gaat dus 2 naar links. Dus dat betekent dat ik krijg 0,029 puntje, puntje, puntje. En er staat een meertje voor, het is negatief. Dus dit is mijn formule. We gaan tussendoor natuurlijk niet afronden. Okay, we gaan door met de vraag. Een persoon met een lengte van 1,90 meter loopt op een afstand van 6 meter van de waterkant onder een brug door. Dus 6 meter vanaf de waterkant. Ik heb het even een kleurtje gegeven. En we moeten dus onderzoeken of die persoon recht op
onder een brug door kan lopen. Maar we hebben dit stukje ook even nodig. Ja? Ja, dus 9 meter is de breedte van het water. Dat delen we door 2 en dan komen we dus uit op 4,5. Dus van hier naar daar is dus 10,5 meter. En die 10,5 zetten we dus in de formule. Nou, dan zie je ook wel dat die persoon prima onder de brug door kan lopen. Einde video. Tot de volgende keer.